Dit programma loopt in samenwerking met deze sponsors. Wielerliefhebbers, welkom bij Exquisport. We zijn vandaag de gast in Waver, in de hoofdstad van Waals-Brabant, voor de Memorial van Koningslo. We moeten om te beginnen teruggaan naar 1992. Dan overlijdt de jonge Philip van Koningslo in een wedstrijd in Rijmenam aan de gevolgen van een hartstilstand. En de organisatie beslist om een wedstrijd naar hem te vernoemen. Nu, 19 jaar later, staat die wedstrijd nog altijd op de kalender. Start in Waver, zijn woonplaats toen, en aankomst in Rijmenam. Het is de vijfde wedstrijd van de topcompetitie. En de topcompetitie volgen we ook met Hendrik Redant, onze vaste analist. Hendrik, wat is het belang van die topcompetitie voor wedstrijden als deze? Want er is een internationale kalender natuurlijk. Olympiastour, Parijs-Roubaix is net geweest. De Touringenrundvaart komt er ook aan. Ja, dit is wel belangrijk natuurlijk, dat die deel uitmaken van een groter verhaal. Ja, zeker. Het is ook natuurlijk een stimulans voor de ploegen om zich daarin om daarin mee te doen. Dus voor de organisatoren is het sowieso steeds een leuke kans om heel wat deelnemers aan de start hebben. Als je ziet wie ook vandaag weer allemaal aan de start staat, ik denk dat ze mogen tevreden zijn. En het is ook zo, anders is er natuurlijk heel wat afvloeiing naar andere wedstrijden. Maar dit is toch een kans ook om voor de Belgische jeugd om zich te laten zien. En er ook nog eens een volledig criterium rond te maken. Dus ik vind het een heel goed initiatief. En er zit ook wel wat van alles in natuurlijk. We zijn begonnen met de Vlaamse Pijl. Dat is een Vlaamse voorjaarskoers, zeg maar. Dit is dan weer een type vluchtkoers. Je hebt ook wat Ardense wedstrijd. Dus voor ieder wat wils. Inderdaad, iedereen krijgt zijn kans. Je hoeft niet sowieso een gevleugeld klimmer te zijn. Ook sowieso niet een supersprinter. Maar iedereen krijgt hier de kans om zich te tonen. Vandaag zal het, ik denk, wel een vluchtkoers worden. Maar inderdaad, ook deze jongens moeten zich kunnen aan oppervlakte tonen. En het is niet alleen aan het klimwerk dat wordt gewaardeerd. Het is ook de spurterskwaliteiten en vooral de fond in zo'n wedstrijd zoals vandaag die aan de oppervlakte zal komen. U kan uiteraard tijdens deze wedstrijd ook meespelen voor een wielertruitje. Dat doet u door uw naam en uw adres te mailen naar win@exquisport.be. Deze wielertrui die werd vorige keer gewonnen door Annie Lauwerijs uit Gent. We gaan ook de erelijst er eens bij nemen van de voorbije jaren. In 2001 was de zege voor David Meijs, een Brabander uit Tieltwingen. Dan een jaar later won Peter van Achtmaal. Meijs en Van Achtmaal die zijn trouwens nooit echt doorgebroken. Veugelen deed dat wel, de winnaar in 2003. Reed trouwens ook nog onlangs een opgemerkte Giro. En dan na Veugelen kregen we nog Bart Heijerweg, Hans Dekkers, nu prof bij Landbouwkrediet, en Kevin Manen. Vier jaar geleden was de zege voor Frederik Nolf, de West-Vlaming die jammer genoeg in 2009 het leven liet in de Ronde van Qatar. De laatste drie edities waren de winnaars Stijn Josef, Gediminas Bagdonas en vorig jaar Dries Hollanders. Hendrik, als je de verschillende wedstrijdverhalen erop nagaat, dan kan het eigenlijk alle kanten uit. Het kan een groepje zijn dat ze wegrijdt straks, maar het kan evengoed ook een massaspurt worden. Dat maakt het best spannend natuurlijk. Dat maakt het heel spannend. Je weet dus eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. Het is sowieso, de eerste 50 kilometer is het relatief lastig, als ik het zo moet zeggen. Het is natuurlijk niet echt klimwerk, maar er zijn toch een paar hellingen waar de mannen zich direct kunnen op uitleven. Het geeft de kans aan een klein groepje om zich proberen te vormen. Maar dan is er natuurlijk een hele lange finale in het verschiet. Het zal of een vluchtkoers worden van in het begin, of anders vooral de wind zou kunnen een rol spelen. We zien dat wel. Ja, en vorig jaar speelde het weer ook een hele grote rol hier in deze wedstrijd, toen er een onweer losbarstte en na 10 kilometer eigenlijk het hele peloton al viel en dan ja, was de wedstrijd eigenlijk al in een beslissende plooi gelegd. Laat ons dat parcours ook eens van nabij gaan bekijken. Starten doen we dus in Waver. De beginfase is best pittig met een helling of 6 in de eerste 40 kilometer. Van Waals-Brabant trekken we naar Vlaams-Brabant. De renners rijden in de beginfase door de druivenstreek met die hellingen dus. Tervuren, Bertem en noem maar op. En daarna gaan ze noordelijk richting Leuven. Ze blijven ten westen van Leuven langs Boort-Meerbeek onder andere. En het tweede deel van de wedstrijd speelt zich dan af boven Mechelen, met eerst een grote ronde langs Putten en onze lieve vrouw Waver, om uiteindelijk na goed 105 kilometer te beginnen aan 5 plaatselijke rondes van elk 14,5 kilometer. In totaal staan er straks 177 kilometer op de teller. Een wedstrijd van de topcompetitie mag trouwens de kaap van de 180 niet overschrijden. Hendrik, een lastige omloop in het begin dan, met een aantal pittige hellingen. We hebben het al gezegd, maar eigenlijk zou die koers
moeten gespeeld worden in de plaatselijke rondes. Dat is toch al sinds wat wij verwachten. Ja, zeker. Ik denk dat daar waarschijnlijk toch wel één of twee ploegen zijn die misschien het heft gaan in handen nemen. Wie een paar spurters heeft, die kan daar sowieso natuurlijk wel iets aan doen. Ik verwacht dus toch dat er een bepaalde groep zal wegrijden in de begin van de koers. Het is vrij lastig, dus ze moeten daar wat gebruik van maken. Maar toch met deze plaatselijke omloop het laatste zou het kunnen dat alles alsnog samenkomt natuurlijk. Het wordt ongetwijfeld straks een spannende bedoeling, een leuke bedoeling. We hebben ook met een aantal renners gaan praten voor aanvang van de start. We gaan eens luisteren naar wat zij te zeggen hadden. Dries Hollanders, jij hebt uiteraard een speciale band met deze wedstrijd. Vertel. Het was vorig jaar mijn eerste grote koers die ik kon winnen. Dus ik heb inderdaad al een speciale band en we hopen vandaag het beste. Ik wou net zeggen, dan kan je niet zonder ambitie starten vandaag. Nee, dan vorm is goed. Vorige week een ronde van België in de benen. Een paar keer mooi aangevallen. En hopelijk gaat dat vandaag opnieuw lukken. Vorig jaar brak de wedstrijd vrij snel open door een val. Dat kan dit jaar anders zijn. Hoe gaan jullie het aanpakken binnen de ploeg? Ja, de gevaarlijke kasseistrook is weggelaten dit jaar. Dus het zal een heel anders koersverloop zijn. Als ze wegrijden moet altijd iemand mee zijn. En als op het einde een sprint aandraait, hebben we Klaes die echt al rap is. Dus we hebben wel een paar mogelijkheden binnen de ploeg. Ik heb de laatste tijd wel gesukkeld met mijn darmen. En ik weet niet in hoeverre dat ik genezen ben. Maar allez, de conditie is goed. Dus als ik goed ben vandaag, zal ik zeker meespelen voor de overwinning. Naar wie wordt het vooral uitkijken straks? Ik denk Wallonie. Team Wallonie die redelijk sterk voor de dag zal staan. Juri Kaleeuw, vandaag Waver Rijmenam. Ik heb gelezen dat je je zin hebt gezet op deze wedstrijd. We zijn in. Ik wil eigenlijk de hele topcompetitie, alle wedstrijden, goed voor de dag komen. Omdat dat klassement voor mij toch redelijk belangrijk is. Dus deze wedstrijd ook. Het is niet makkelijk natuurlijk om op te boksen tegen die profs van Wallonie-Bruxelles onder andere. Nee, inderdaad. Dat is een hele sterke ploeg. Het zijn stuk voor stuk allemaal sterke renners. En in een wedstrijd als vandaag, denk ik, is het moeilijk om individueel verschil te maken met een vlakke finale. Dus maar we zien wel. Gijs van Hoeken, je wordt een beetje vooruitgeschoven denk ik als de kopman in jullie ploeg. Of zie ik dat verkeerd? Denk niet dat we echt met een kopman starten vandaag in de ploeg. Omdat ik denk dat we hier met een goede ploeg zijn. Over het algemeen dat iedereen wel op het einde er nog kan bij zijn en dan voor de overwinning kan meespelen. Hoe is het met de conditie van jou op dit moment? Je hebt in Apeldoorn uiteraard heel goed gepresteerd en dan zijn er een aantal maanden verstreken ondertussen. Ja, vorige week was ik in Parijs-Roubaix wel redelijk goed, heel goed. En na deze wedstrijd ga ik normaal een rustperiode inlassen, dus vandaag hoop ik dat die er nog bij kan, die wedstrijd. Sander Cordeel, met welke ambitie start je vandaag aan de wedstrijd? Ik start een beetje nog wat met vraagtekens. Ik heb na het voorjaar wat rust genomen en ik ben nu terug aan het opbouwen naar belangrijke maand juni toch, met veel grote koersen. En, ja, vorige week heb ik wel eens testen in de grote prijs dat jij in de wilde, maar daar kon ik niet echt. Daar heb ik pech gehad, materiaalpech. Dus het is nog een beetje een vraagteken. En ik heb een zware trainingsweek achter de rug. Dus als ik goed gerecupereerd ben, denk ik dat ik wel iets kan betekenen. Maar het is ook een rare koers, dus het is een beetje gokken ook. Gebeurt het in het begin al, gebeurt het in de finale. Dus ik denk dat we nog een beetje afwachten. Zo, dat waren de reacties. Hendrik, de jongens van Wallonie-Bruxelles, dat zijn de mannen die tot hiertoe de topcompetitie beheersen. Wordt het weer uitkijken naar hen straks? Nou, ik denk dat die super gemotiveerd zijn natuurlijk. We zijn ook in Vlaanderenland, dus die zullen wel willen bewijzen natuurlijk dat ze er ook staan. We zagen het ook in de vorige wedstrijden dat ze echt het heft in handen nemen. Het is niet alleen één renner, het zijn er echt wel een paar. Dus het is een hele sterke ploeg die heel goed draait. En die momenteel ook in een hele goede conditie verkeert. En dan heb ik het over de totale van de ploeg. Dus ze zullen zeker meespelen vandaag. Goed, wat de start betreft in Waver, daarover zijn we uitgepraat. Het wordt hoog tijd voor de koers. De 19e Memorial van Koningslo. Hier komen de beelden. 188 renners vertrekken er in Waver voor wat een dolle rit richting Rijmenam zal worden. De hellingen van de Druivenstreek nodigen uit tot heel veel aanvalspogingen. Verraas, Bultink, Oerlemans, Borry, Rijnvoet, Smeijers en De Winter, noem maar op. Ze proberen het allemaal in de eerste 20 kilometer, maar geen van hen oogst veel succes. De ronde met de hellingen in en om Overijse brengen geen groepje op de been. Er wordt nogthans ontzettend hard gevlamd, maar iedereen wil mee zijn met de voorwacht. Tim Welles van Omega Pharma Lotto Davo onderneemt een poging. We rijden door Duisburg, waar ervaren krijger Roger Hammond woont. Maar vandaag is het woord aan de jeugd.
Op de Holstheide stormen er 7 beren naar voor. Op kop het sloopwerk van Tim Welles en in zijn spoor volgen Van Ruitenbeke, Haaks en Kraaks, zijn mee voor Rock Werchter en verder ook nog Fauville, Dron en Van Lerbergen. Maar ook achter hen zitten ze niet stil. 10 achtervolgers springen er naartoe en maken er 17 leiders van. En er zijn interessante namen mee. Dries Hollanders, winnaar in 2010. En Andrew Fenn, allebei voor En Post. Olivier Pardini ook, de leider in de topcompetitie. En de man die het tempo bergop bepaalt, is op dat moment Tom Stubbe. Er moet vaart gemaakt worden door de Motard. Er is nog een groep op komst. We krijgen een eerste hoofdmacht van een renner op 40. Wie zijn wagonnetje nu niet aanhaakt, is gezien. De hellingen zijn dan zo goed als op. De wedstrijd zet koers richting Leuven, daarna Mechelen en uiteindelijk Rijmenam. Ondanks de lastige beginfase tekenen de renners na 1 uur wedstrijd voor een gemiddelde snelheid van ruim 45 km per uur. En de meeste ploegen hebben wel iemand mee voorin. Heel wat ploegen kunnen zelfs op een kwartet renners rekenen. Ovita Eijsen en Jong Vlaanderen bijvoorbeeld. Maar ook de ploeg van de topcompetitie, Wallonie-Bruxelles, is met 4 renners voorin vertegenwoordigd. Enkel snelle man Jonas van Genechten, de winnaar van de kattenkoers, heeft zich misrekend of is niet goed genoeg. En in het rijtje van ploegen met een kwartet renners voorin horen ook nog cyclingteam Soenes, EFC Quickstep en Rock Werchter. Het grote peloton lijkt na dik 50 kilometer de groep der geslagenen te worden, want de achterstand bedraagt al gauw 1 minuut. Het traditioneel herkenbare punt dan in de wedstrijd, het opdraaien van de steenweg naar Mechelen. Een paar renners zijn er nog in geslaagd te sprong te maken naar voren. We zitten halfweg wedstrijd met een groep van een kleine 60 renners. In tegenstelling tot de vorige jaren valt er geen druppel water dit jaar. Van de regen hoeft men dus geen weerstand te verwachten. De hitte daarentegen kan wel een struikelblok vormen. En dan de jongens van Donkers Coffee Jelly Belly. Zij moeten hard werken in het achtervolgende peloton. Enkel Tom Stubbe is mee voorin en dat is te weinig. De voorsprong verkleint tot 35 seconden, maar dichter komen ze niet. Het peloton breekt, de winnaar zit voorin. En dat komt omdat er in de grote kopgroep alweer beweging is bij het oprijden van de grote lokale ronde. Tom Oerlemans, Tom Govaerts en Kevin Verwaast gaan aan de haal. Het scheurt langs alle kanten. De 3 koplopers krijgen wat verder het gezelschap van 11. Maar ook dat feestje gaat niet door. Alle voorspellingen en begoochelingen komen uit. De 19e Memoria van Koningslo is een vluchtkoers en een zenuwslag. Verwaast zet zich door met Ter Weduwe en Van Geel. Dat zijn de 2 anderen die dit keer meeschuiven. En de 3 houden het ook een tijdje vol. Ter Weduwe rijdt voor En Post, is een man uit het Pajottenland, want leraar godsdienst in zijn woonplaats Lennik. En zijn metgezellen zijn Timothy van Geel.